En er zijn inderdaad inzetten bij, ja, die blijven hierbij. Afwijzing voor de politie. Ja. Voor mijzelf is dat bijvoorbeeld mijn eerste dodelijk ongeval. Een ernstig zieke persoon. De politie heeft de toegang geforceerd. Nou, de persoon in kwestie is zojuist gered van de bovenste verdieping in het huis. We staan voor een studentenhuis. Er is een rookgeur gedetecteerd. Hier ligt de brancard al klaar. Ze zijn nu de hoogwerker aan het klaarmaken hier zo. Het gaat op tot zelfdodingen en mensen die gewoon op vakantie gaan en die vervolgens met een caravan en een voertuig tussen twee vrachtwagens inkomen en die dus nooit meer thuis zullen komen. En dat zijn ervaringen die raak ik niet kwijt, maar mijn collega's ook niet. Dat hakt er gewoon in. Van die mannen en vrouwen die doorgaan wanneer iedereen een stap terug zou zetten. Extreme hittes. Daar weet je niet wat je te wachten staat. Rondvliegend vuurwerk. Bootbranden. Ik denk dat die los ligt, jongens. Maar ook hulpverlening op bijzondere hoogtes. De afgelopen maand heb ik meegelopen met twee korpsen van Brandweer Nijmegen. Mijn eigen stad, waar ik opeens met loeiende sirenes doorheen vlieg. In deze serie neem ik jullie mee via indrukwekkende verhalen. Ongevallen waarbij dodelijke aflopen bij betrokken is, ja, dat zijn meldingen die blijven me altijd bij. Extreme trainingen. En meerdere noodmeldingen. Ernstig zieke persoon. De politie heeft de toegang geforceerd. Daarnaast ruiken we een echt wel specifieke geur van gas, hè? Assistentieambulance, afwijzing van hoogte. Het bloedwater heeft hier echt 30 centimeter hoger gestaan. Dit is Govert bij de brandweer. Al even mee met de brandweer. Vandaag beginnen we met een potje voetbal. Want er moet ook gesport worden. We hadden een vraagje. Ja? Kunnen wij de brandweerkleding hier laten? Heb je die altijd mee? Wij moeten een sportkleding aan. En daaroverheen brandweerkleding. Ja? Dus meenemen. Ja. Want als je aan het sporten bent. Dan en de pieper gaat af. De pieper gaat, dan moeten we gaan. Dus ja. Jullie gaan ook met de brandweerwagen daarheen? We gaan met alles daarheen. Ja. Ja. Oké. Okay. Sorry. Ja, jij. Au! Ja! Ik scoorde, maar ook de tegenstanders maakten een goal. Netjes. Die knip ik er gewoon uit, hoor. Zullen we een groepsfotootje maken en dan zijn we het weer door? Even rekken en strekken en vervolgens gingen we weer terug naar de kazerne. Maar niet voor lang, want er kwam een nieuwe melding binnen. Er is een COVID-verdenking. Wat voor een melding is het? Een assistentieambulance, afwijzing van hoogte. Dus het slachtoffer moet van hoogte naar beneden gebracht worden. Er kwam een nieuwe melding binnen via de meldkamer. Met postcentrum van Brandweer Nijmegen reden we naar de locatie. De hoogwerker was al aanwezig. Vanuit de tankautospuit waar ik me op dit moment nog in bevond, werd ik afgezet bij de locatie. Het was midden in de stad, één straat achter de plek waar ik woon. Ik heb hier nog nooit iets zien gebeuren. En nu draai ik een paar dagen mee met de brandweer en plots, een straat achter mijn huis, een ongeval. De politie daarachter heeft de weg ook afgesloten, zodat de ambulancebroeders en de brandweerlieden rustig hun werk kunnen doen. Dit is de tweede dag dat we pas meelopen. Je ziet nu al dat het heel vaak voorkomt dat zowel ambulance, politie en de brandweer met z'n drieën samen een team vormen en ja, daardoor supersterk hun werk kunnen doen. Hier ligt de brancard al klaar. Ze zijn nu de hoogwerker aan het klaarmaken hier zo, zodat hij stevig staat. Dat moet dus met die zijpoten. Hier hebben ze al wat eronder gezet omdat de vloer daar wat lager ligt. Dan staat de wagen helemaal stabiel en dan kan de hoogwerker uiteindelijk naar de ramen daarboven toe om de persoon in kwestie veilig te stellen. Tijdens de melding kregen we mee dat de patiënt eventuele COVID-symptomen zou hebben. Hierdoor neemt de brandweer ook extra veiligheidsmaatregelen. De hoogwerker is bij het raam aangekomen. Ze gaan de brancard zometeen op de hoogwerker leggen, zodat degene veilig naar beneden kan komen. We staan op dit moment letterlijk midden in de stad. Hier ligt de brancard, de ambulance staat hier zo. Er zijn op dit moment allemaal mensen ook aan het kijken.
Het was bijzonder om hierbij te mogen zijn, maar vooral heel erg dubbel. Terwijl ik aan het editen ben, luister ik naar mijn semi-enthousiaste stem die voortkwam uit de spanning van het moment. Ik was overweldigd wat er allemaal gebeurde. Maar los van dat het allemaal spannend is om naar te kijken, het gaat hier wel om een persoon. Een patiënt die zich niet goed voelt. Een leven wat misschien wel op het spel staat. Want zodra de beginspanning, die ik nu nog voelde, eraf gaat zodra je er wat langer werkt, dan blijft dit over. De harde realiteit. Terwijl ik zo enthousiast was over dit beroep, kreeg ik nu toch wel mijn vraagtekens. En er zijn inderdaad inzetten bij, ja, die blijven hierbij. Voor mijzelf is dat bijvoorbeeld mijn eerste dodelijk ongeval die ik hier heb gehad. Dat was op de A73, de snelweg hier vlakbij. Ja, elke keer als ik hier naar mijn werk rijd, dan kom ik daar langs. Dat is jaren terug, maar dat gaat dan wel even één seconde door je heen en dan is het wel weer weg. Maar dat weet je wel en dat staat gewoon op de harde schijf. Ja, als je het hebt over ongevallen, ja, dat zijn er een aantal. Die raak je gewoon niet meer kwijt. Dat zijn allemaal krasjes op je ziel, noem ik het altijd maar een beetje. Die blijf je altijd bijdragen. En dat zijn geen leuke ervaringen. Dat zijn wel ervaringen waar we bewust voor kiezen. Daarvoor ga je wel bij de brandweer om een ander te helpen. En dan kom je ook ellende tegen. En dan gaat het van kinderen die met hun voet tussen de spaken van de fiets zitten. Of met een vinger tussen de deur. En dat is natuurlijk heel erg, heel vervelend. En dat is ook heel sneu. Maar het gaat ook tot zelfdodingen en mensen die gewoon op vakantie gaan en die vervolgens met een caravan en een voertuig tussen twee vrachtwagens inkomen en die dus nooit meer thuis zullen komen. En dat zijn ervaringen die raak ik niet kwijt, maar mijn collega's ook niet. Dat hakt er gewoon in. Tegenwoordig hebben we daar heel veel hulpmiddelen voor. Mensen die goed opgeleid worden om de eerste opvang te doen. En daarnaast zijn de collega's natuurlijk ook van grote waarde om dat ook te monitoren. Dus gewoon zorgen voor elkaar. Na weer een dag met de brandweer mee te hebben gelopen, maakte ik mijn bedje weer klaar voor een nieuwe nacht. Eventjes later, toen de zon alweer onder was, kregen we een bijzondere melding. In een studentenhuis in het centrum van Nijmegen was een rookgeur gedetecteerd. Maar de studenten hadden geen idee waar deze geur vandaan kwam. Er zou een rooklucht hangen in de woning, maar er is geen rook te zien. Maar ze ruiken wel een rooklucht aan het komen. Dus ze ruiken rook, maar ze zien het niet. De brandweer werd gealarmeerd en een paar minuutjes later waren wij ter plaatse. We staan voor een studentenhuis. Er is een rookgeur gedetecteerd. De politie is aanwezig, de brandweer is aanwezig. We zijn met Prio 2 hier naartoe gekomen. Er is geen direct gevaar, maar een rookgeur is natuurlijk nooit goed. Het kan van de kachel komen, kan meerdere factoren hebben. De bevelvoerder is net eens eentje al naar binnen gegaan, Harm. De andere brandweerlieden staan nu buiten om alles in de gaten te houden samen met de politie. En ze gaan nu kijken wat de situatie precies inhoudt. Ze gaan nu naar binnen om alles te checken. Ze zijn nu binnen, alles aan het checken. In verschillende appartementen. Op zoek naar de oorzaak van de vreemde geur. Ik zal heel even nader berekening geven. Een van die contacten is geschroeid. En daar heeft hij geur afgegeven. Dus je mag hem niet meer gebruiken. Hij moet echt gerepareerd worden. Okay. Ja? Ja. En sowieso wil ik eigenlijk dat we even die groep uitschakelen. Okay. Want hij hangt nou een beetje los. Dus, Okay. Ja? Moet dat via de meterkast? Ja, dat gaan we zo wel even zoeken. Ja. Er was een elektriciteit, een stekkerdoos die eraf hing en die ook gesmuld was, maar binnen is in ieder geval alles veilig. Ze hebben alles opgemeten, maar we kunnen in ieder geval weer terug. Het is 6 uur op dit moment, ik sta hier in de kamer. Ik ga even lekker een douche nemen. We zijn hier sinds 7 uur 's ochtends, dus al 11 uur lang op de kazerne van de 24. Weer een nachtje verder op de kazerne. Die volgende ochtend trakteerde ik met appeltaart. Een van de eerste meldingen met de brandweer stapte ik te laat in de brandweerauto. Om dit nog even goed te maken hadden we appeltaart. Daarna vertrok ik naar Post West, de andere kazerne aan de westelijke zijde van Nijmegen. Hier is weer een heel ander korps gevestigd, die ook 24 uursdiensten draaien. Post West heeft een ademluchtwerkplaats, onderdeel van team materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen.
En dit zijn ze dan, de brandweerlieden van Kazerne West. Ook zij hebben zich ervoor opengesteld dat ik een aantal keer mag meedraaien. Een bijzondere kans, want een kijkje krijgen achter de deuren van de kazerne is iets wat je niet zomaar krijgt. In de logistiek gezien wordt het vuile spul hierheen gebracht, blijft in deze ruimte. Als het klaar wordt om te worden schoongemaakt te worden, komt hier. Hier wordt alles gescand. Dus jullie verzorgen meerdere kazernes in de buurt? Ja, en Michael, we hebben 16 posten. 18. Je ziet dat ze hier vuil zijn. Ja. Die worden eerst gedesinfecteerd in verband met infectie en dat soort dingen, of iemand verkouden is. Heb je op een gegeven moment een asbestprocedure of een procedure gevaarlijke stoffen, dan gaan wij het anders aanpakken. Dan krijg je al van tevoren al een sein. De manier van verpakken is ook al het feit van dit is een asbestproduct of een COVID-product, dat kan ook, hè. Ja. Dus je hebt met COVID in aanraking geweest. En dan ga je allemaal apart behandelen. Ik zie ook al die dopjes en... Ja, die trekken we helemaal op elkaar. Ja, alles wordt helemaal gedemonteerd. Ja, gedemonteerd wat er schoon hoort te zijn. Ja. En dan wordt hij weer op elkaar gezet en wordt hij getest. Komt hij terug op het toestel en dan wordt hij getest. Ik vond het razend interessant om te zien wat voor vakmanschap er achter deze wasseretten ging. Geen stap werd overgeslagen. Een baan die een heleboel structuur eist. En terwijl ik deze rondleiding kreeg, ging in één keer de pieper af. Kijk, deze? Ja, zo wel eerst overal aan. Ja. Ja. Klinkt gewoon hierom. Oké, okay, jezus. Noodmelding nummer 3 vandaag. 4. 4 alweer. Jezus. Oké, okay, de deur gaat al lopen. Overal haar schoenen aan. Je moet gaan, joh. Kom. Oké, okay, weet je al wat voor noodmelding het is? Het is al wateroverlast. Wateroverlast. En dit is een Prio 2 of? Prio 2, ja. Prio 2, oké, okay, yes. Volgens mij op de kaart kan zien een vrijstandpand. Volgens mij een woonhuis over. Wateroverlast. Wat er precies aan de hand is, dat is ook onbekend. Waarschijnlijk door de regen. Het zou redelijk wat water hebben, dus de kans is groot. Het is een kelder vol met water, ongeveer 20 centimeter, dat is maar minimaal dus. Een kelder van 13 bij 20 meter. Dus wij gaan even controleren. Terwijl we richting deze melding aan het rijden waren, wilde ik ook deze brandweerlieden iets beter leren kennen. En we hadden gelijk tijdens de rit een interessant gesprek over werkdruk binnen de brandweer. Dat gevoel heb ik wel dat we ons ook wel een bepaalde druk opleggen. Hè? En dat wordt soms gevoed door extern, hè? Waar we zeg maar, van buitenaf zeg maar, voelen dat we druk moeten leggen. Maar anderzijds hebben we toch jarenlang buiten op de tankautospuiten geplakt. Hè? Als iedere seconde telt. Ja. En dat gaf natuurlijk wel een bepaalde druk. En natuurlijk is het nog steeds belangrijk dat we snel zijn en dat we de juiste dingen doen. Maar wel... met een bepaalde rust in ons lijf. Dus ik kijk er wel met goed gevoel naartoe. Dus ik ben blij met de ontwikkeling. De ontwikkeling waar we het in de auto over hebben is een training die er op dit moment nog aan ging komen. Een training in ademhalingscontrole en werken onder druk, waarbij blootstelling aan kou als middel wordt ingezet. Oh ja, hier zie je het al. Jullie mogen hier even mee naar binnen. Oké, okay, mooi. Mevrouw die is voorgesteld dat jullie erbij zijn. Ja. Je kunt heel even kijken. Er staat maar een klein beetje water waar wij eigenlijk niks mee kunnen. Maar voor jullie is het wel goed om even te zien van, hey, wat gebeurt er dan? Ja. En ik ga even in overleg met de meldkamer om te kijken wat wij voor hun kunnen betekenen. Ja. Als brandweer, met zo'n klein beetje water, kunnen wij niks. Nee. Dat doet dan een andere partij, gaat het dan doen? Of is dat aan de mensen zelf? Nou, dat ga ik nu overleggen. Of dat Solvage, dat is een groep van verzekeraars. Ja. Of dat die iets kunnen betekenen samen voor deze mensen. En anders komt het op hun eigen verzekering komt het uit. Ja. Nou ja, oké, dat gaan we nu even onderzoeken. Ja. Dus loop maar mee. Helemaal goed. Ja. Nou, inderdaad, je ziet het hier, hè, waar het water... Oh ja. Voordat we de kelder of souterrain konden betreden, werd eerst de elektra uitgeschakeld. Ja, we hebben hier in Nijmegen in ieder geval een redelijk heftige wolkbreuk gehad. Dus via de achterzijde in de tuin heeft het water echt bijna 40 centimeter gestaan. En nou, zoals je ziet is het hele benedenverdieping in de kelder is compleet
onder water gelopen. Zo, oh ja. Kijk eens. Nou, dus, dat is een mensenschade. Dit is geen pretje, nee. Nee, bedden, banken, alles staat er. Ik merk dat de hele vloerbedekking is. Het is even ingeoefend. En je kunt hier zien, inderdaad, mevrouw vertelde net ook, dat het echt over deze kering heen is gekomen. Dus het water is nu al deels weggetrokken. Maar ja, het water heeft hier echt 30 centimeter hoger gestaan. Het is rechtstreeks de kelder in gelopen. Het regent pas ongeveer 2 uurtjes. Wel redelijk hard, maar nog niet eens echt stormachtig. En de hele kelder ligt al vol. Banken, stoelen, dekens, gordijnen, boekenkasten. Van alles zie je hier al, wat bijna meteen kan worden weggegooid. Zelfs al deze onderkanten van de deur, dat kan allemaal uitgaan zetten door het water. En waterschade is gewoon verschrikkelijk. De brandweerlieden maakten ook nog de straat schoon. En even later keerden we met de tankautospuit terug naar kazerne Post-West. Mooi om zo ook het verschil tussen 2 verschillende kazernes in eenzelfde stad te kunnen zien. Andere specialiteiten, maar ook een andere dynamiek tussen de brandweerlieden zelf. Het was in ieder geval een gezellige middag geweest en ik keerde weer terug naar Postcentrum. En daar kregen we een nieuwe noodmelding. We moesten onmiddellijk uitrukken met prio nummer 1. Er zijn een aantal gevallen waarin de sirene aan mag. We hebben ook een aantal klassificaties daarvoor. Als je de brandweer belt, dan neemt de centralist van de alarmcentrale op en die gaat jou een aantal vragen stellen. En die vragen die bepalen eigenlijk een beetje van hoe spoedeisend is het. We hebben dan prio 1. Dus prio 1 is eigenlijk de hoogste spoed. Dus dat wil zeggen dat we met zwaarlicht en sirene op de weg mogen. We zijn dan ook een voorrangsvoertuig. Oké, prio 1. Afwijzing voor de politie. Zal er eentje hoog staan? Politie, maar het is assistentie politie en ambulance op de richting ernstig zieke persoon binnen. De politie heeft de toegang geforceerd. De persoon wordt met spoed naar beneden over. Ja, ze hebben even meegekregen. Prio 1 onderweg. Ja, ik word geplaatst op gevangen. Succes. Ernstig zieke persoon. Politie heeft de toegang geforceerd. Maar die persoon wordt met spoed naar beneden. We gaan ervan uit dat het hoogbouw is. Maar we zullen het ook zien. Kijk eens, politie is ook al gearriveerd. Joop, ik ga dadelijk heel even kijken waar ambulance. We allemaal te zijn. Ja. We gaan even op die plek hebben. Heb jij een portootje open? We gaan hem heel even uit. Even kijken. Je hebt die porto die hier gewoon staat, hè? Werf staat ze. Kun je even op 2 duwen en ingedrukt houden? Dankjewel. Ja. Ja, super. Nou, kijk eens, politie is erbij, ambulance is erbij. De hele buurt staat ook te kijken. Uiteindelijk heeft elke brandweerman die op een tankautospuit stapt, heeft een mate van verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor zijn collega waarmee hij een brand ingaat, waarmee hij acteert op straat. Dus in die zin hebben alle collega's hebben een hoge mate van verantwoordelijkheid. Het verantwoordelijkheidsgevoel binnen de brandweer is ook heel hoog. Inmiddels hadden de brandweerlieden de hoogwerker al klaargezet en stond deze klaar om te helpen. Het was een heftige melding en alles gebeurde enorm snel. Nadat er een melding werd gedaan, is de politie naar de locatie gestuurd. Deze heeft een ingang naar de woning geforceerd en is naar boven toe gegaan. Hoe hebben jullie dit aangepakt als politie? We kregen in eerste instantie te horen dat er iemand onwel mogelijk was in de woning. Ja. Kon hij naar binnen, raampje in gedikt. Eenmaal daar troffen ze de man en hebben ze om hulp gevraagd bij de ambulance en de brandweer. De ernstig zieke persoon moest onmiddellijk gereanimeerd worden en direct naar het ziekenhuis worden gebracht. Nou, de persoon in kwestie is zojuist gered van de bovenste verdieping in het huis. Degene is in de ambulance op dit moment. Je ziet gelijk dat de hele buurt ook komt kijken, logisch, want nou, iedereen gaat dit natuurlijk aan. Dit soort wijken daarvan is de buurt heel close, mensen kennen elkaar goed. En als iemand in die buurt dan iets overkomt, dan gaat natuurlijk iedereen aan.
En al helemaal om het feit dat iemand gereanimeerd wordt worden, dat is altijd erg zwaar. Wij hebben ons ding gedaan. Ja. Hij is veilig overgebracht naar de ambulance. Maar dit is al de derde keer op rij dat ik merk dat de hoogwerker ook nodig is voor de ambulance. Om iemand naar beneden te halen. Dat gebeurt vaak? Dat gebeurt heel veel. Ja. Komt dat omdat we hier in de stad bepaalde huizen hebben die al zo gebouwd zijn? Of, Nou ja, mensen zijn vaak al bij het leger. En de voorkeur die gaat natuurlijk uit om mensen horizontaal te vervoeren. Ja. Maar die kleine woningjes allemaal die smalle trapjes af moeten, ja, dan is het verre van ideaal. Ja. Dus als het zo kan, doe het zo. Ja. Vandaag heeft veel indruk op mij gemaakt. Mensen in nood, waarvan het leven plots niet meer zeker is. Ja, de rugzak vul je wel. Het is een emmer die vol druppelt. En natuurlijk zijn er collega's waarin het te veel wordt. Hè, en die nemen dan de afstand of die gaan wat anders doen. Die solliciteren in een ander vakgebied binnen de brandweer. Of die nemen gewoon echt afscheid van de brandweer. Maar we zijn daar de laatste jaren wel sterk in verbeterd als het gaat om opvang na incidenten. We hebben een groep TCO, teamcollegiale opvang. Daar vinden de juiste gesprekken bij plaats als er zo'n heftige melding is geweest. En dat doet wel goed. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon zorgen dat je een ruimte hebt waar je gewoon ongestoord... Ja, kan napraten en ja, weet je, het is gewoon eigenlijk heel gewoon een technische nabespreking noemen we dat gewoon van iedereen die zeg maar deel heeft genomen aan de inzet, die mag er gewoon zijn zegje doen om zeg maar het totale beeld van de hele inzet gewoon compleet te krijgen, zodat mensen niet met vragen blijven lopen. Ja, het enige wat je mee kan geven na het gesprek is dat mensen bepaalde reacties kunnen krijgen op de gebeurtenis, hè, dat je een paar dagen wat minder slaapt. Of als je bepaalde dingen ziet die aan die inzet refereren, dat weer herinneringen oproept, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus je legt gewoon uit wat er kan gebeuren, maar dat het eigenlijk gewoon normale reacties zijn, zeg maar. Ja. Kijk, en als het dan een week of twee weken later nog mensen nog niet slapen of continu in die herbeleving blijven zitten, dan weten zij ook van die twee TCO'ers die waren erbij. Bij hun kunnen we eventueel terecht als we dat zouden willen. En andersom kunnen wij die mensen ook gewoon monitoren van hey, die zitten niet lekker bij. Ja, we houden even in de gaten of je gooit eens een keer een balletje op van hey, hoe is het? De brandweer is een macho cultuur, hè? Stoere jongens, stoere meiden. Vroeger was het vooral, we slaan elkaar op de schouder en we gaan door. En tegenwoordig gaan we toch even zitten, een bak koffie, gaan we toch even doornemen. Hoe was het nou gegaan? Hebben we de juiste dingen gedaan? En zit iedereen er goed bij? En durft men tegenwoordig ook de kwetsbaarheid te tonen door te zeggen, nou, ik neem even een stapje terug. Als ik kijk naar mezelf, denk ik dat ik er nog goed bij zit. Maar er hoeft maar iets te gebeuren, privé of op een vakantie, waardoor je weer terug denkt aan een incident van een paar jaar terug. En dat kan een geur zijn, hè, dat kan een geluidje zijn, dat kan iets, een voorwerp zijn die je tegenkomt. Waardoor je dan toch zo'n tik krijgt dat je toch in een burn-out komt of helemaal overspannen raakt van hetgeen wat je hebt meegemaakt. Het is hard en zwaar werk, maar het moet gedaan worden. En deze mannen en vrouwen, die staan er wel. Het waren voor mij weer indrukwekkende momenten om mee te maken hier bij de Nijmeegse Brandweer. In de volgende aflevering ga ik mee op training. En geloof me, dat wordt pas indrukwekkend. Tot volgende week zaterdag bij Govert bij de Brandweer.